In Brussel zoeken politie en parquet de daders van een gerichte geldroof. Wat op het eerste zicht een toevallige handtasdiefstal lijkt, blijkt in werkelijkheid goed voorbereid. In de handtas zat voor maar liefst 50.000 euro aan goud en cashgeld. Op 3 november 2016 moet het slachtoffer in de Zuidstraat in Brussel zijn om een uitzonderlijke bestelling af te halen bij een goudhandelaar. De vrouw, hier in beeld met een bruine jas, verlaat het kantoor met een leren tas. Daarin zit bijna 25.000 euro aan kleine goudstaven en nog eens 25.000 euro cashgeld. Ze gaat naar haar wagen die verderop in de straat geparkeerd staat. De politie vermoedt dat ze dan al gevolgd wordt. Een grote man met donker haar stapt traag achter haar aan. Hij heeft zijn handen in zijn zakken en wrijft nonchalant door zijn haar. Het zou kunnen dat hij kort nadien zijn kompanen verwittigt. Want als de vrouw met haar Volkswagen Polo van de Zuidstraat de Doornikstraat inrijdt, zitten de dieven haar op de hielen. Een bromfiets met twee mensen rijdt achter haar aan. De bestuurster lijkt een vrouw te zijn. De diefstal zelf is niet gefilmd. Op de hoek van de Doornikstraat met de Le Monnier-laan staat een van de daders plots naast haar wagen. Hij breekt het raam aan de passagierskant en grijpt de leren tas. Met de buit springt hij weer achter op de bromfiets en het duo gaat er vandoor. De bromfiets heeft een valse nummerplaat. Misschien heeft u een tip over deze verdachte. Waarschijnlijk een vrouw en een man. Of over deze man die het slachtoffer wellicht volgde. Hij heeft een lichtgetaande huidskleur, zwart haar en een grijze stoppelbaard. Alle tips zijn welkom op het gratis nummer 0800 3300 of via mail.